Kunnen mij vertellen waar de tentoonstelling over gaat? Goh, ik zou dat inderdaad kunnen doen, maar dat zou eigenlijk meer iets hebben van een Previously On in een televisieserie. Je kent dat wel, hè? Zo op het, aan het begin van de serie geven ze een korte samenvatting van de vorige afleveringen, zodat elke kijker toch nog op elk moment handig kan inpikken. Dus ja... Maar u zou het kunnen proberen als u wil? Tja, maar dat zou dan eigenlijk weer lijken op Fitzcarraldo. Kent je die? Nee. Ah, dat is een personage uit de gelijknamige film van Werner Herzog. En in die film wordt er een schip over een berg gesleept in het Amazonewoud. Maar ja, laat maar zitten. Hoe dan ook, mensen die een Previously On van dit project hebben gezien, zouden de ruimte heel anders bekijken dan mensen die dat niet hebben gedaan. Ja. Dat is eigenlijk nogal logisch. Wanneer ik een tentoonstelling betreed of bezoek, dan betreed ik dat eigenlijk als een ongeschreven blad, als een wit papier. Maar toch wil ik altijd onmiddellijk ergens aan deelnemen, vanuit mijn eigen leven. Want ik ben het die binnenkomt, ja, vanuit mijn eigen leven. En ik wil altijd en onmiddellijk iets meemaken. Iets meemaken dat dan dingen in een ander daglicht zou stellen. Ja. Ja. Iets spannend liefst, maar dat kan natuurlijk ook gerust op straat, maar we zitten hier nu eenmaal met deze situatie, deze context, namelijk een tentoonstellingsruimte. Ja, en dat is goed. Ja, ja, dat kun je moeilijk zeggen of dat dan nu goed of slecht is. Ja, ja. Ik ga hier niet over een waardeoordeel. Nee, ik bedoel dat als we het hebben over welke rol het publiek of de bezoeker mag of kan spelen, daar ga je het eigenlijk over. Ik denk dat je meer te vertellen hebt wanneer dat je niet de passieve ontvanger bent van de boodschap van de zogenaamde auteur. Maar eerst en vooral zal er eigenlijk iemand zijn die de bezoeker aanspreekt. En ik denk dat hij of zij, dus diegene die hem aanspreekt, op een bepaalde manier moet stimuleren om die ongeschreven wetten die er altijd heersen in een tentoonstellingsruimte, om die te overtreden, namelijk dat je niks mocht aanreiken. Ja. Ja. Maar er zijn in de tentoonstelling zijn er ook objecten, dat klopt. Ja, daar zijn inderdaad objecten. Nu, die objecten, nou, hoe zou ik dat nu omschrijven? Kent jij die hele hype die er in de jaren 80 en 90 geweest is in Amerika over de interieur? Interieur. Ja, inderdaad, de interieurhype. Nu, mensen plaatsten dikwijls een object in hun inkomsthal. En de mensen, andere mensen, dus de geïnviteerden, die kwamen dan binnen. En die konden daar iets mee doen. Die konden daarover beginnen spreken of niet over spreken. Ze noemden dat ook conversatieobjecten. Dat waren eigenlijk dieselkatalysatoren. Dus dieselmotoren bedoel ik. Die een gesprek konden op gang brengen. Of net niet. Ja. Nu, de gastheer kon erop ingaan, of ook net niet op ingaan, maar het was in ieder geval een uitnodiging. Maar zelfs eigenlijk als mensen daar niet op reageerden, konden die nog altijd, die objecten konden mensen nog altijd blijven achtervolgen. Ja, zoals een spook of een geest, of, dat bedoelt u? Inderdaad, ja. Een spook of een geest. Nu, ik was net nog in Amerika, in het hotel waar dat Stephen King The Shining heeft geschreven. Ja, die bekende film met die spook, waar we voor dit gesprek nog over hadden. En nu, in dat hotel hebben ze een medium permanent in dienst, die noemt Madame Vera. En op diezelfde avond was er een soort van spokentocht georganiseerd in dat hotel. En ik was uitgenodigd en je moest dat, het was eigenlijk een soort van reality show, dus je moest iets ondertekenen waardoor dat je zei van, je mocht mij filmen. En we gingen op zoek naar spoken, we ontmoetten dan een paar spoken en op een gegeven moment waren er ook mensen die zelfs, die waren een beetje in de war, want er waren spoken die ze dan niet konden vinden. Maar om duur hadden we dan toch contact met een spook, met een soort van knipperlicht, dus een licht dat aan en uit ging. We hadden dus een conversatie met een spook dat nog nooit iemand daar gezien had. Dus niet een van de permanente gasten daar, maar een nieuw spook. Dus we waren daarmee bezig, maar eigenlijk wou ik eigenlijk al lang weg. Maar op een bepaald moment komt Jason,
Dat is een van de personages, ja, uit Friday the 13th. En die komt uit de kast gesprongen en heel die dingen was verbroken. De spel was broken. En wat is voor u precies de link? Of waarom vertelt u mij dit? Goh, omdat we ons eigenlijk afvroegen hoe we dit verhaal konden vertalen in de geprinte versie van het naamkaartje van die Madame Vera. Okay. Dat medium daar. Ik denk dat dat de echte reden is. En kunt u mij iets vertellen over de objecten of over de werken in de ruimte hieronder? Goh. Je moet eigenlijk naar de tentoonstelling komen om mee te zijn. Hè. Dat denk ik. Je maakt, jij maakt deel uit van het avontuur. Het is een doeding. Ik zou zeggen, laat jezelf maar eens goed gaan. En misschien krijg je dan de tentoonstelling die je altijd al hebt gewild. Want het is ook jouw verhaal. Oké. Maar hoe begon dat verhaal eigenlijk? Hoe begon dat verhaal? U bedoelt over de tentoonstelling? Ja, inderdaad. Kijk, we hebben eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, verschillende kunstenaars gecontacteerd. En we hebben hen met twee mogelijke interventies voorgesteld. Of we hebben eigenlijk twee verschillende lagen blootgelegd. De eerste bijdrage kon zijn om elementen toe te voegen aan de portefeuillevoorstelling. Dus namelijk de gevonden of gemaakte originelen. En de tweede had meer betrekking op het onthaal van de gasten. Dus idealiter wilden we eigenlijk dat we ze in beide zouden betrekken. Maar het vertrekpunt was inderdaad wel de portefeuille en de inhoud daarvan. En hierin wilden we de deelnemers ook betrekken, zodat ze bij wijze van spreken ook in die portefeuille zouden terechtkomen. Zoals mijn eigen naamkaartje eigenlijk. Zoals u, ja, zoals uw eigen naamkaartje bijvoorbeeld. En dus het tweede deel is eigenlijk het deel van de performers. Eigenlijk kun je dat een beetje vergelijken met een remix van een song of een remake van een film, waarbij dat de inhoud en de representatie daarvan een onafhankelijk werk kan zijn. Mm-hmm. Ik denk nu bijvoorbeeld aan Le Mépris van Godard, in relatie tot de roman van Moravia, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je bedoelt dus dat de inhoud van de portefeuille ook verhalen herbergt die dan kunnen worden doorverteld? Ja, inderdaad. Want eigenlijk, er kunnen ook nieuwe of herwerkte verhalen in. Het is eigenlijk allemaal gewoon een aanzet. Want wanneer wij bijvoorbeeld in het gesprek dat wij nu hebben, wanneer wij op een nieuw onderwerp botsen of het gesprek gaat een andere kant op, dan zou ik daarvoor openstaan. En soms kun je zelfs hebben dat je een antwoord geeft en eigenlijk helemaal niet meer weet wat in het begin de vraag was of zo. Ik snap het. Mm-hmm. Is de portefeuille op een bepaalde manier dan ook een tentoonstelling? Is de portefeuille een tentoonstelling? Nee, eigenlijk niet echt. Nee. De portefeuille is eigenlijk een van de gereedschappen in de gereedschapskist, zou ik kunnen zeggen. Ja. Eigenlijk, fysiek is het een container, zoals de hersens van iemand die een verhaal vertelt of zo. Ja. En de verhalen die bevatten allemaal objecten. En de inhoud, dat is iets wat daar continu aan het groeien is. Deze uitweiding, dat is eigenlijk volledig logisch voor mij. In Frans, dat is iets heel raar, want in het Frans zouden we zeggen, als we iets heel goed kennen, dat we iets kennen, we kennen het in onze broekzak. Maar eigenlijk is het meer een ding dat je kunt voorstellen dat er
in die broekzak ook een gat zou kunnen zitten, snap je? Ja. Ja. Maar dat is dan eigenlijk meer iets als dat je holle vaten gaat vullen of lege plastic zakken wilt rechtop zetten. Zou je nee. daarmee kunnen... Ja, dat is eigenlijk... Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk is dat iets waar we ons dan niet echt mee bezighouden. Aha. Hmm. Dus in zekere zin moeten de performers dan een bodemloze portefeuille vullen. Samen met het publiek. Ja. Of, ja, zo zou je het eigenlijk kunnen stellen. Met de verhalen die ook op het moment zelf eigenlijk kunnen opduiken of rondspoken. Ja, want eigenlijk is het heden toch als het ware de ideale ontmoetingsplek. Ja, eigenlijk... Sowieso zit het in het heden en in de toekomst. Verstaat je? Ja, dus je hebt het dan eigenlijk over verwachtingen, bedoel je? Ja, eigenlijk wel, ja. Mm-hmm. Kunt je iets vertellen over de tentoonstellingsruimte zelf? De tentoonstellingsruimte zelf? Ja. Persoonlijk hou ik heel erg van die ruimte, ook door de combinatie van de ruimte en de werken die er plaatsvinden in het hele project eigenlijk. Want het is eigenlijk, ja, het is een vrij speciale plek. In ieder geval, het is een totaal andere plek dan de normale white ja. cube, zoals in de meeste situaties. En ja, in het begin begreep ik niet zo heel goed de structuur van de ruimte, want de ruimte is in twee helften opgedeeld en het lijkt of het twee verschillende kamers zijn en eigenlijk heeft men de twee verschillende verdiepingen samengevoegd en de scheidingslijn tussen die twee verdiepingen is ook nog heel duidelijk te zien. Want de mensen van Z33 die wouden dat bewust laten zien, omdat ze bepaalde restanten uit voorgaande tentoonstellingen wouden blijven laten zien in de ruimte. Mm-hmm. Eigenlijk wouden ze een soort van restanten achterlaten of sporen achterlaten van voorgaande tentoonstellingen. En er is ook heel speciaal in die ruimte, er is een soort van... een zwevende gang dat dan leidt naar dit kamertje waar wij nu het gesprek aan het houden zijn. En dat is wel, ja, je moet wel een klein trapje op om in deze ruimte dan te geraken. Dat is dan wel iets spijtig, want bijvoorbeeld een vriend van mij, Ryan, die zou dan nooit op deze plek geraken. Mm-hmm. Ja. Dus... Kort samengevat, in de ruimte beneden spreken de performers zowel de objecten als de bezoekers aan. Mm-hmm. Inderdaad. Ja, nu, ik hou wel persoonlijk van het Franse woord accueil en accueillir. Mm-hmm. Ja, wat dan in strikte betekenis betekent dat dus ontvangst en ontvangen. En dan aangezien dat Frans niet mijn moedertaal is, kan ik daar eigenlijk allemaal verschillende betekenissen op plakken. Ik kan even niet meer zo goed volgen. Want heeft u het nu over de ruimte of hebt u het nu over de performers? Oh, ik denk dat ik het in dit geval over beiden heb. Het lijkt erop dat de ruimte... dat die zal worden bewoond door de performers en dat zijn niet onmiddellijk spoken of geesten. Zij kunnen eigenlijk gemakkelijk de echte auteurs worden van de tentoonstelling. In ieder geval, verhalen reizen snel en lege schelpen zijn ook heel rap gevuld. Maar het is maar hoe je het bekijkt eigenlijk. Ja. Voilà. Maar inderdaad. U bedoelt dat de performers, dat zij eigenlijk het gezicht zijn van de tentoonstelling... Ja, ik denk... dat is een tricky, hè. In zekere zin zijn zij eigenlijk de tentoonstelling gewoon. Mm-hmm. Ja. Ook de zaalwachters en zo, dat is inderdaad waar. Ik ben in ieder geval erg geïnteresseerd in wat deze groep van de tentoonstelling zal maken. En ook omgekeerd, wat de tentoonstelling met de groep zal doen eigenlijk.
Ik ben altijd al een voorstander geweest van... Dat is een beetje belachelijk om te zeggen misschien, maar ik ben altijd al voorstander geweest van anti-theater. Mm-hmm. Ja? Ja. Dus was er een scenario? Ja. Is er iemand die achter de coulissen staat te souffleren? Mm-hmm. Is zijn er repetities geweest? En is de vraag decor, die daar ook... Is, ja, is er een decor? Ja. Kan een verhaal eigenlijk? Mm-hmm. Is dat nog een verhaal als dat geacteerd wordt? Dus dat zijn eigenlijk allemaal vragen die mij bezighouden. Ja, dus je bedoelt eigenlijk dat de performers reproduceren de verhalen van de portefeuille of van de objecten of de kunstwerken in de ruimte? Nee. Daar heb je het helemaal mis. Dat zou ik echt niet zo stellen. Het woord reproductie, als je dat gebruikt, dat klinkt in ieder geval een beetje raar in deze context. Mm-hmm. Vooral eigenlijk redelijk misplaatst. Oké. Nu, in het Frans Materieel Fonds hebben wij versies gemaakt van al die kaartjes, van alle, hoe noemt dat, visitekaartjes, mm-hmm. van dus die originelen ook. En die transformatie die gebeurde op een redelijk natuurlijke wijze. Mm-hmm. Ik bedoel dat we niet exact, dus hetzelfde, we hebben niet exact een kopie gemaakt. Dat werd allemaal een verhaal op zich en dat ging allemaal redelijk spontaan. En nu hoop ik, of nu hopen wij, dus hopelijk gebeurt er iets vergelijkbaars in de tentoonstellingsruimte. Mm-hmm. De ruimte, de objecten, de bezoekers. Mm-hmm. Snap je? Ja, en... Mm-hmm. Ja, ik ben heel benieuwd waarom u voor de naam The Knives hebt gekozen. Ja. Goh, een knife, The Knives, dat heb je eigenlijk verschillende redenen. Nu, een knife, een mes, knife, die naam verwijst naar eigenlijk naar verschillende mogelijkheden wat je allemaal met dat object kunt doen. Mm-hmm. Je kunt daar een lekker appeltje mee schillen en voederen aan een lief vogeltje of aan je lief. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd kun je daar een vliegtuig mee kapen of kun je daar iemand mee in zijn nek steken en dan, mm-hmm. ja, dan weet je wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus het verwijst eigenlijk naar al die verschillende mogelijkheden. Mm-hmm.